Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. In de vorige aflevering hebben we een paar faals gehad, hebben we weer een paar sterren gehaald. En in deze aflevering, oh boy, de Daredevil comment, oh boy. Gaan we de Daredevil hebben van de baas die we in de vorige aflevering hebben verslagen. Dat kan nog wel leuk gaan worden. Oh boy. Ik bedoel, ik heb jullie al laten zien dat ik hem kan doen zonder geraakt te worden. Nou is het de bedoeling om niet geraakt te worden. Want we krijgen maar 1 HP. Leuk. Dus laten we maar gelijk beginnen met de leuke challenge. Waarom ook niet? Poltergeist. Ja. Dit was snor. Toink. Toink, toink, toink. Oké, dus we krijgen hier niet die ability zeg maar, om meer hitpoints te kopen. Nogal weer dus, want het is een Daredevil. Dus laten we kijken of ik deze Daredevil in één keer kan halen zonder een keer af te gaan. Zal wel heel erg fijn zijn, aangezien dat ik het net eigenlijk ook al voor elkaar heb gekregen. Maar ja, nou is het de bedoeling om dus niet geraakt te worden. En dan zul je natuurlijk zien dat ik dus, ik weet niet hoe vaak geraakt ga worden. Goed, de eerste is natuurlijk heel erg makkelijk. Laat hem tegen de Sodomiet gaan. De uitdaging begint eigenlijk pas op het moment dat hij zijn handjes heeft. Als hij zijn handjes heeft, dan wordt hij gevaarlijk. Oké, nou ik zie al 1 spookboel, 2 spookboels. Die wil ik eigenlijk een beetje bij elkaar hebben. You lose. Oké. En nou gaan we dus naar het moeilijke gebied. Oké. Ik zit eraan te denken om een mailgeluidje weer een keertje te veranderen in een Zelda ding. Al moet ik zeggen dat dit een hele foute Zelda deuntje is. Maar dat maakt niet uit. Ik ga dat binnenkort weer een keertje aan veranderen. Oké, ik zie al in. Oké, 2 Black Dwarf. Oké, 1, 2, 3, 4. Oké, staan mooi dicht bij elkaar. Dat ging maar net goed. Ah, 2 hits. Haha. Ik weet niet, ik voel die spanning nu. Dat ging net echt heel... Dat ging bijna fout, laat ik het zo zeggen. Oké, nou, hij gaat alweer stenen gooien, dat is wel helemaal goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja! Oké, kom op. Ben ik toe pro? Ben ik toe pro? Ik ben toe pro. En nou in de cutscene natuurlijk doodgaan. Zul je altijd zien dat ik weer net doodga in de cutscene. Oef. Nee? Kun je hem echt gewoon pakken? Zonder enig probleem? En... geef! Ik had trouwens gehoord tot... ik weet niet of dat vandaag was. Want ja, vandaag is donderdag. Ik weet niet of ik het goed gelezen had. Maar er is dus een kans dat het of vandaag of morgen zelfs 30 graden zou kunnen gaan worden. Wat nogal warm is. Daarom ben ik eigenlijk blij dat dit al opgenomen is. Want ja, het is opgenomen op een dinsdag natuurlijk. Dus... ik moet wel zeggen van, heel veel mensen die beginnen dan al gelijk van, ja, het is veel te warm en oh, dat ken ik niet aan en hoe durven ze het zo warm te maken en noem maar op. Maar laten we heel eerlijk wezen, het is alweer bijna, waar is dat? Boy. Pokeball level. Dus leg ik zo wel uit. Nee, maar het is toch al bijna weer zomer, jongens. Dus, ja, heel eerlijk te zijn, ik sta er niet van te kijken en hoe warm dat het wordt, hoe pittig het dat weer onweersbuien kunnen worden. Dus mij hoor je niet klagen. In ieder geval, dit level is nogal belangrijk. Hier zit namelijk een speciale ster die nodig is voor bepaalde dingen. Dat is een van de belangrijke sterren. Wat je hier moet doen is, we moeten hier dus zeg maar eigenlijk hier naar boven klimmen. Maar er zit hier een secret ster to everybody. En die zit hier om precies te zijn beneden. Wat je wilt doen, is je wilt dus zeg maar een bullet bill. Je wil je naar, of ja, een, hoe heet die waterbullets ook alweer? Torpedo bills, weet ik veel. Wat je wilt doen is, je wilt ze dus zeg maar hier naar deze pijp, naar deze dingen toe lokken. En dan gaat zeg maar dat ding open. En dat brengt ons dan zeg maar naar een bonusster. Volgens mij brengt dit ons naar, de eerste groene ster, want groene sterren zitten dus ook in dit spel. Niet 120 zoals zeg maar in Mario... Nee, ik ben ook geraakt. Niet zoals in Mario Galaxy 2, dat je dus zeg maar 120 groene sterren moet gaan verzamelen. Hier heb je het voordeel dat je dus zeg maar minder groene sterren hebt, die je dus zeg maar naar extra levels... Ik word hier geboond door die bullet bill, daar word je niet vrolijk van. Maar ja, hier heb je dus zeg maar groene sterren die je dus zeg maar zou brengen naar een speciaal iets. En mag ik alsjeblieft even een bullet bill, want ik heb een bullet bill nodig om daar naartoe te komen. Dus bullet bill. Hi.
Oké, we hebben er twee. We hebben er twee. En... auw. Dit gaat niet goed. Dit is problematisch. Uh-oh. Nee. Nee, niet elkaar raken! Geef me toch maar voor de zekerheid even een muntje. En ik moet zeggen, ik hou van deze muziek. Deze muziek is gaaf. Ik denk dat dit persoonlijk een van mijn favoriete muziekjes van Mario Galaxy. Natuurlijk, Custom Galaxy is ook heel erg gaaf. Oké, eentje is genoeg. Nee. Dat was niet mijn bedoeling. Hoe kom ik hieruit? Auw. Waardoor ben ik geraakt? Oh nee, zit ik weer terug in de bubbel? En daar kom ik natuurlijk niet uit. Dus moet ik weer terug naar die warpipe. Ah, nee. Ja, wauw. Ik heb een torpedo blast ding heb ik achter me aan. Kan ik deze jump niet gewoon halen met de Luigi? Tuurlijk kan ik wel. Oké. Mag ik jouw muntje alsjeblieft? Of val maar in het water. Oké, ken ik jou misschien niet naartoe lokken? Misschien ken ik hem een beetje... Kom eens. Ik heb dan eens buiten spelen, boelipilletje. Ja, kom maar. Waarom zie je mij niet staan? Wat ben jij voor een gemene Rick? Wie is Rick? Ga ik wel hier staan. Hoop dat hij komt. Ja, we hebben hem. Run. Ass! Dang it! Ik had hem bijna. Kom hier. Kom hier. Deze ster is zo makkelijk en ik laat het jullie... Het lijkt alsof dat hij hartstikke moeilijk is, terwijl dat hij zo makkelijk is. Geef me de bullet bill. Hij heeft me gezien. En... poef. Waren dat botten? Goed, poging 2. Echt serieus? Kan een dead nog creepier worden geplaatst? Zo. Dat had ik echt niet verwacht in een Mario-spel. Oké, nou laat ik eventjes die Starbits er eventjes mee pakken. En mag ik alsjeblieft een bullet bill? Mag ik alsjeblieft een bullet bill? Mag ik? Alsjeblieft. Een bullet bill. Hallo? Waarom botsen ze elke keer tegen elkaar aan? Geef me er nog één. Hij heeft me niet gezien. Ah, nee! Dan maar zo. Oké. Zo werkt het blijkbaar wel. Mij wil je niet klagen, we hebben een ster. En ik vind deze ster mooier omdat hij past bij mijn outfit. Oké, sorry. Jongen, nog nooit zoveel problemen gehad met die ster. En natuurlijk op het moment dat je gaat opnemen, krijgen we de uitleg over die groene ster. Dat was al eigenlijk te voorspellen tot we die uitleg zouden krijgen. Ik vind het wel grappig dat we precies 40 sterren hebben tot het onze 40ste ster is. Een nieuw chapter is added to the storybook. Oké, niet vergeten om dat op het einde van deze aflevering te doen. You rescued the Green Power Star. These stars have special powers. Ask the Green Lumas about them. After all, they will transform into a Green Power Star someday. Oké, save your game? Nee. Hou ik niet van. Hey, je hebt mail. Wat is er, jongen? Toad, zeg het eens. You have a letter from Luigi! Bro, I got a star, but now I can't get back. This picture shows where I am. Help me! Volgens mij is dat die Buin Galaxy. Ja, ik weet waar dat het is. Ja, Toad, daar hoef je niet elke keer uit te leggen. Goed, heb je nog meer mail? Wat heb je nog meer te melden? Ja, dat weten we. Extra 5 levens? Waarom ook niet? Al moet ik zeggen dat levens nooit een issue is eigenlijk in dit soort games.
In Mario spellen heb ik eigenlijk nooit eigenlijk problemen gehad met levens. Ik bedoel, oké, we hebben een game over gehad in Mario 64, maar... Thank you for helping me. I am the guardian of the trial galaxies. To restore the doorway, we will need the power of two others like me. Oftewel, jij wil twee extra green stars hebben. Nou, even over die foto. Dat was in... volgens mij in die Rommel Galaxy. Dus laten we daar maar heel eventjes gaan kijken of we onze clone Luigi, onze andere dimensie Luigi, of die maar kunnen helpen. Dat zal natuurlijk heel erg fijn zijn. Als dat mogelijk zou zijn natuurlijk. Dus, als ik me niet vergis, was dat in deze dome. Deze world map. Ja, en raad eens wat voor vraagtekensterretje dat het is. Het is een groene. En dat zijn de drie levels die jullie zeker willen tot ik die ga doen. Ik ken jullie te goed. Hier zit hij. Battle Rock Barrage. Daar zit Luigi dus, zeg maar, ergens verstopt. En daar moeten we dus Luigi gaan helpen. Nou, dit level hebben we al gezien. Dus wat ik ga doen is, ik ga heel eventjes vooruit knippen. En dan zie ik jullie op het punt, zeg maar, waar dat Luigi ergens verborgen zit. Want deze sterren hebben we al gezien. Dus ik ben zo terug. Oké, en daar zijn we weer. Dit is de locatie waar Luigi ergens zou zitten. Hier hebben we de oorspronkelijke star. Maar hier aan de onderkant hebben we Luigi. Nou, deze Luigi kan best wel lastig zijn om te bevrijden, aangezien dat we dus zeg maar een bullet bill helemaal daar naartoe moeten lokken. Aan de onderkant van het plateau hier. Nou, waarom is dit best wel lastig? Sowieso heb je die stroomdingen die ons zeg maar kunnen irriteren. We hebben heel veel andere obstakels waar dat bullet bill zeg maar door kunnen exploderen. Dus wat ik aanraad is om te beginnen met sowieso bullet bills hier eerst even naartoe te... Oké, gelukkig. Dat ging maar net goed. Ik wil eerst eventjes Bullet Bills hier eventjes naartoe lokken en dan ga ik hem proberen. Ja, hij is nog op een goede afstand. Ja, die gaat nou hem raken. Ah, flame. Moet je gewoon alvast aan de onderkant staan hier. Kijk of dat ook werkt. Ja, heeft me gezien. Oké. Goed. Volg. Ja, Luigi. Kijk eens, we hebben hier ook geholpen, joh. Boah, I thought I'd go nuts in there. Try to save me some sooner next time, me? Yeah, you want these powers, alright? Tell Rosalina I found this one. Ik zal tegen Rosalina zeggen dat Luigi me heeft gevonden. En zoals je dus kan zien is dat ook weer een groene ster. Dus dat zijn twee groene sterren die we al hebben. The power star is mine. Nou, eigenlijk nee, hij is van ons. Duo, Bros Luigi, whoop-de-doo. Ik vind die pose vind ik leuk, ik weet niet. Ik vind die met Yoshi vind ik leuk, maar met W Luigi vind ik ook gewoon echt hartstikke gaaf. En dan ook nog eens een keer een groene ster. De groenpowers are rising up the roof. Dus we hebben een extra hidden star gevonden, whoop-de-doo. Save your game? Nee, daar heb ik nou geen zin in. Ik wil nog wel eventjes die ene ster pakken die we dus oorspronkelijk bij die ene groene moeten halen. Of waar we dus zeg maar net waren. Want ik zei tegen jullie dat dat een pokeball level was. En natuurlijk staat het helemaal nergens op als ik zeg van, hoezo pokeball level? Dus we lopen eventjes langs het bord. Kunnen we gelijk eventjes kijken of er wat cosmic prankster zooi is. Zie niet. Oké. Dus wat ik wil gaan doen is, ik wil heel eventjes terug naar dat level waar we dus oorspronkelijk naartoe moesten. En dat is daarboven. Zo pro. Oké. Dubbel jump hier. En we zijn alweer hierboven. Die andere, zeg maar, die mafkees die daar nou de hele tijd al voor onze deur staat te zweven. Daar komen we ook nog wel op, hoor. Maak je daar maar geen zorgen over. Daar ga ik zeker nog naartoe. En we hebben weer een Bowser level die eraan zit te komen. Dus, maar goed. Bye's Galaxy. Dat is dus de plek waar we naar naartoe moeten. Pom, 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 pom. Oké. The Floating Fortress. Wat we hier oorspronkelijk hadden moeten doen, is we moeten hier zeg maar onder water. Dat is het eerste waar we naartoe moeten. En dan zit zeg maar een soort van luchtgewicht wat zeg maar dit hele constructie goed onder water houdt. Nou was het dus eigenlijk de bedoeling om die torpedo, die dus daaruit komt, om die hier tegenaan te laten knallen. Dus torpedootje. Oké, locked on target. Ik hou echt niet van deze camera controls. Oké, gaan we hier mooi achter schuilen. Raak me dan. Haha, mis.
Nou, en dan zie je dus dat dat ding in één keer omhoog gaat. Dus dan wordt er in één keer gaat er een heel gebied wordt omhoog geduwd, zeg maar, door air en alles. Want ja, je hebt dan die plateautjes die dan in één keer vrijkomen. En... dat vind ik wel een heel erg leuk concept. Dus, ik hou niet van waterlevels. Oh, kom. Dank je. Oké, dus we moeten deze toren beklimmen. Doel. Wat anders. En aan de top komen jullie er dadelijk echt achter waarom dat ik dit een pokeball heb. Ik noem dit een poke. Ik vind het echt een pokeball level. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het echt. Ja, dus, mijn eigen mening, sorry. Dus vinden jullie het niet? Ja, dat. Laat het weten in de reacties waarom niet. Hè? Like, favorite en subscribe. Dankjewel, Toad. Hou je mee. Dus ik wil. Prima. Als jullie dat leuk vinden, ik loop gewoon. Ik weet niet wat jij te melden hebt. Maar heb jij te melden trouwens? Ik wil het wel weten. Would you leave those water shooters on? And would you give that valve over there a twist and turn them off? Misschien. Dus jij vraagt mij ook. Waarom mag ik dan niet op bal jumpen? Mag ik op jouw ding dan? Kan dat? Ik heb er nog eens. 1, 2, 3! Ah ja, maar dat werkt net niet. Oké. Okay. Floep! Nou, hebben we hier nog meer platforming te doen? Oké. Okay. Oh ja, hier moeten we nou die blauwe crab pool star dingen gaan verzamelen. Oh ja, dat was ik even vergeten. Maakt niet uit. Zo moeilijk zijn ze niet te pakken. Op. Er zit er eentje op die twomp. Er zit er een op die twomp. Twimp, twomp, twomp, geef mij. Dank je. Oké, okay, voordat ze omlaag gaan. Nee! Kom op. Wel de pro blijven uithangen, hè? Kom op, zelfde play. Je kunt het wel. Praat in je, tegen jezelf in derde persoon? Waarom ook niet? Ah, ik kan daar geen balljump op doen. Dat is wel jammer. Ah, flame. Oké, okay, ik probeer gewoon wel op die daar te komen. Hop. Dank je. Ik moet er nog zoveel. Ik zie er nog twee. Die twee die ga ik pakken. Ja, dat is er eentje. Er zit dan die andere. Ik weet dat er daarboven eentje nog zit. Maar waar zit die andere dan? Laten we eventjes een cirkeltje meedraaien. Oh, ik raad het niet. Er zit een leven. Oh, die muziek is geweldig. Weet je, ik pak hem alvast voor mij. Maakt mij het uit. Oh, dat was... logica's. Ik moet echt beter opletten. Oké. Okay. Nou, wat we dus hier moeten doen is... ik vind dit een pokeballplaneet. Let goed op. Het ziet eruit als een pokebal. Kom op, ik kan niet de enigste zijn. Dit ziet er toch uit als een pokebal of ligt dat nou echt aan mij? En wat doen we met de pokebal? Een pokebal, die maken we open. Om een Staryu te vinden. Kom op, dat was eigenlijk best wel grappig. We hebben een pokebal met een Staryu erin. Oké, sorry. Goed. Dus voor de mensen die de story niet echt boeiend vinden van Rosalina. Ik ga de aflevering afsluiten hier. Dus ik denk jullie natuurlijk allemaal voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En ja, laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Dit was Zelda Play 20 en ik ga nou richting het boek, omdat er was nog een nieuwe chapter geadd. Dus voorleestijd bij Zelda Play 20. Beste kijkbuiskindertjes die jullie er zijn, ik vind jullie zo tof. En ik ga jullie een verhaaltje voorlezen over iemand. Chapter 5, Home. The kitchen will go there and the library will be over there, the girl said busily to herself. We'll put the gate here. Ever since the girl took Luma under her care, she'd been bustling about at her favorite place. It's a lot of work, but it's worth it to make a happy home. It turned out that star bits weren't the only things buried in the ice. There were tools and furniture unlike any they have ever seen, and the girl used them to build a home.
Looking at the complete house, Luma remarked, "Don't you think it's awfully big for just the two of us? With a library, bedroom, kitchen, fountain and gate..." Oh, sorry, that's sommige stem. "With a library, bedroom, kitchen, fountain and gate, it was certainly spacious, but still something seemed to be missing." "If only my father, brother and mother were here," the girl said, wistfully. Indeed, the house was too large for its two small residents. That night, clutching her favorite stuffed bunny close to her heart, the girl fell asleep in the starship. That should do it for today. Tot morgen iedereen. Doei.